Er is komend weekend geen competitievoetbal en dus speelt FC Groningen in het Hitachi Stadion een oefenwedstrijd tegen AZ. Aan beide kanten missen de internationals die de komende dagen interlands gaan spelen. Er blijven echter genoeg bekende namen over, zoals bij AZ Ricardo van Rijn, die helemaal vrijgelaten al snel de bal achter Sergio Pat schiet. Goed begin van de ploeg van trainer John van der Brom. Het eerste kwartier is voor AZ, maar daarna komt FC Groningen beter in de wedstrijd. In de 28e minuut levert dat de FC een strafschop op. Roestic krijgt een duwtje, voldoende voor de scheidsrechter om de bal op de stip te leggen. Roestic gaat zelf achter de bal staan. Piet Veldhuizen komt er niet aan en zo is het na bijna een half uur spelen 1-1. Danny Buijs ziet zijn ploeg steeds beter spelen. Warmerdam zet goed door, legt terug op Cachera. Die kan breed leggen, maar besluit het zelf te doen. En dat is een prima keuze. Dankzij het doelpunt van Cachera en de goede actie van Warmerdam gaat FC Groningen rusten met een 2-1 voorsprong. Ik vond het eerste kwartier, 20 minuten gewoon heel matig aan de wedstrijd beginnen zonder agressie. Nou ja, wat voor wedstrijd je ook speelt, je hebt een gezonde agressie nodig. En daarna was er een fase dat het beduidend beter ging. En in die fase buig je ook die 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong. Het begin van de tweede helft is weer minder van FC Groningen. Twee spelers van de FC lopen elkaar in de weg en dat levert uiteindelijk balverlies op. De bal komt bij Van Rijn, die de bal perfect voorzet op het hoofd van Dorin Rotariu. Rotariu stond volgens de scheidsrechter niet buiten spel en zo is het weer gelijk 2-2. Ja, ik kan niet oordelen of het wel of geen buitenspel was, maar het is heel knullig hoe wij daar de bal verliezen op eigen helft. In de 66e minuut gaat het opnieuw fout bij FC Groningen. Cachera leidt balverlies, Gustil kan overnemen. Van Rijn ziet dan Rotariu helemaal vrij staan. Absalem probeert te herstellen, tikt daarbij Rotariu aan en dat levert AZ een penalty op. Buijs baalt, want AZ kan zo opnieuw op voorsprong komen. De maker van de 1-0, Van Rijn, schiet de strafschop ook raak. En zo staat AZ inderdaad weer voor. FC Groningen heeft inmiddels een paar jeugdspelers in de ploeg. Zoals Remco Balk, die hier de bal heeft. Balk komt in een sandwich terecht. En dat had misschien wel een strafschop moeten zijn. Maar de penalty wordt niet gegeven. FC Groningen gaat in de laatste 10 minuten op jacht naar de gelijkmaker. Dit is een prima paas op Balk die richting het doel van Veldhuizen kan. Veldhuizen verkleint de korte hoek. Balk kiest voor de lange hoek. Correra glijdt dan net te laat in. Dan zien we even later een goede aanval van FC Groningen via Absalem. Balk met een goede voortzetting op Riksman. Zijn voorzet belandt bij Morera. Die legt terug op Roestic, maar hij schiet over. Dat had natuurlijk een doelpunt moeten zijn. De laatste 10 minuten moet je de 3-3 maken. Je krijgt volgens mij 200% of 300% kansen. Oké, die hebben we niet gemaakt. Ook de laatste kans wordt dus niet benut. Roestic ziet op links Morera inlopen. Maar ook hij werkt de bal over het doel van keeper Veldhuizen. Zo verliest FC Groningen de oefenwedstrijd tegen AZ met 3-2. Ja, het belangrijkste van vandaag is dat een aantal jongens wedstrijdritme hebben kunnen opdoen die de laatste tijd wat minder gespeeld hebben. En daarnaast is het een hele mooie ervaring voor een aantal jonge jongens. Om te ervaren wat de eisen zijn of die worden gesteld aan spelen op het hoogste niveau. Ik denk dat ze dat wel vandaag gemerkt hebben.